谢。Een paar van die heikneuters vond het een goed idee om in mijn huis een paar voorbereidingen te doen om de bruiloft voor te bereiden voor een maaltijd. Nou, dat vond ik echt niet kunnen natuurlijk, want ja, ik heb daar een pot goud verstopt. Ja, dat zou je natuurlijk niet vinden, dan weet ik wel weer hoe laat het is. Dan gaan ze die pot gebruiken voor hun eigen doeleinden. Dat wilde ik niet hebben natuurlijk. Dus ik vond het een goed idee om de pot mee te nemen naar het kerkhof. Daar te begraven. Ik dacht, nou, er komt toch geen hond, dus begraven ik hem daar. Vindt niemand hem ooit weer terug, behalve ik zelf. Liep dus gewoon een beetje rond, ging mijn gangetje. Zie ik opeens Wagner daar graven. Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd. Was hij wat verloren? Wat zat hij daar nou te doen? Nou, ik had mijn pot begraven. Ik sta overeind. Die staat daar. Lekker. Nou, lekker is dat. Want dan kan ik die pot goud wel vergeten als ik hem daar laat liggen. Dus stond hij daar met zo'n schuldige hoofd. Zo onschuldig. Nou, ik werd zo boos van binnen. Ik kon wel slaan. Jij schelm, loop je mij soms te bespieden? Waar heb je het over? Dat weet je best. Geef even heel snel terug. Wat terug? Geef terug grappen maken. Ik vind nu echt weer niet allemaal los. Meer. Kom dan, jongen. Heb je niet van je kom dan. Aangedaan. Hoe durf je het nog te vragen? Wil je zo meer klappen? Ik heb niks van je gestolen. Voel maar. Dan was je zoals jou zo heel snel weglopen. Wat jij wilt, maat. Fuck. Nou, die vader daar ziet mij dus. Loopt super boos naar me toe. Een nageslacht van Beuring, die slaat me gewoon vol. Ja, hij zegt dat ik dat van hem had gestolen. Dat heb ik nu. Punt. Nou, die pot die kon er natuurlijk niet blijven staan. Dus ik moest een nieuwe plek bedenken. Ik wist toevallig dat er een steiger was in de nieuwe stad, dus ik heb hem in het water gelegd. Dat is niet waar, ik heb hem in de bosjes gelegd. Ik heb hem in de bosjes gelegd, vlakbij het water. In de hoop dat daar niemand hem zou vinden. Volgens mij ben ik niet achtervolgd, dus hij staat veilig. Viel me helemaal aan voor geen reden, dus het zal vast zeker wat bijzonder zijn dat hij gaat verstoppen. Dus ik heb hem achtervolgd en ga kijken wat er aan de hand is, want ik heb eigenlijk nog wel wat schulden. En als er nou iets waardevols is, zou dat wel top zijn. Als je het aan niemand vertelt,
Dan mag je de helft van de winst. Laten zien wat er in die tas zit. Wat denk je dat het is? Een juweel of zo? Nee, een pot met goud. Hey, dat was de pot van Warrenaar. Niks mee te maken. Er komt een schoonzoon. Meekomen jij? Nou, ik heb dus gewoon die pot met goud eerlijk gevonden. Komt die Ritsen opeens naar me toe. Neemt hij me mee. Hij moet zich gewoon met zijn eigen zaken bemoeien. Niks mee te maken. Warrenaar. Ik heb geld gevonden. Meen je? Nice. Alleen, ik ben er wel een beetje klaar mee, man. Wat gezeik om die rotpot de hele tijd. Dus ik schenk hem aan jou een klaartje als cadeau. Doe er voorzichtig mee. Dankjewel. Ben jij een geluksvogel, man? Ja. Wow, gewoon een pot met goud. Kijk, Rens, hier is je baby. Wow, wat een schatje. Ik was zo blij dat ik die pot had teruggekregen. Maar na al dat gezeik de hele dag was ik er best wel klaar mee. En toen vond ik het wel een goede oplossing om de pot als cadeau te doen aan Ritsert en Klaartje. En aan een kind. Dat vond ik wel een goed idee. Ach, nu is het eigenlijk voor iedereen eindgoed al goed. Behalve voor mij. Zou ik hem mogen vragen? Zeg maar. Zou ik 500 gulden kunnen krijgen? Hoezo? Als ik eerlijk moet zijn, ik heb een poosje iets te veel gegokt. En nu heb ik zware schulden. Nou, weet je, geld, zorg dat je wel een goede dienaar bent voor je, hè? Komt goed. Ik zou eerlijk blijven. Mooi. Top. Nou, die maat van mij, die geeft gewoon de pot met goud aan mij. Daarmee heeft hij gewoon in één keer alle schulden van me weggescholden. Dat betekent dat ik al mijn 500 schulden niet meer terug hoef te werken. En dat ik gewoon mijn leven weer kan leiden en goed kan leiden. Alleen, ik ben er wel een beetje klaar mee, man. Wat gezeik om die rotpot de hele tijd. Dus ik schenk hem aan jou een klaartje als cadeau. Doe er voorzichtig mee. Dankjewel. Ben jij een geluksvogel, man? Ja. Wow, gewoon een pot met goud. Kijk, Rens, hier is je baby. Wow, wat een schatje. Nou, nu is het eigenlijk voor iedereen gewoon goed. Behalve voor mij. Ja, ik wil jullie toch wat vragen. Nou, Warrenaar ziet mij. Rook. Zal ik maar zitten.